Goedemorgen iedereen. Ik wil gewoon een hele korte video maken om te laten weten dat wat dat er ook gaande is in jouw leven, altijd alles een hoger doel dient. En als het moeilijk gaat, weet dan dat er altijd mensen zijn waar je eventjes kan op leunen of die de zonnestraaltjes voor jou zijn als je het zelf moeilijk vindt om zelf die zonnestraal te zijn. Dus, waarom deel ik dat? Omdat ik vandaag zit ik in een hele goede energie, eigenlijk al de ganse week. Ik heb heel veel dingen kunnen doen, heel veel dingen kunnen creëren. Heel veel inzichten ook gehad, waar ik ook weer de volgende video's over ga maken. Maar ik was dus onderweg. En ik zie iedereen in zijn auto zitten zo van... En daarom dacht ik van, weet je, na iedereen dat ik tegenkom, ga ik gewoon lachen. Het maakt niet uit hoe dat ze reageren. Het maakt niet uit hoe dat ze het zien of doen. Ik lach gewoon en ik stuur hen een heel klein beetje liefde. Misschien dat net die ene lach of die ene... happy vibe dat je doorstuurt, het verschil maakt voor die persoon in vandaag of morgen of overmorgen, maar niet uit. En zo veranderen we klein beetje bij klein beetje de wereld en de zwaarte. Want uiteindelijk, hoe meer zwaarte dat je nu voelt, heeft niks te maken met hoe slechter dat gaat in de wereld, maar wel met hoe goed dat we eigenlijk bezig zijn. Want hoe groter het licht en hoeveel meer liefde en hoe hoger de energie als tegenreactie, dat is nu eenmaal één aan de duale wereld, als tegenreactie gaat er ook veel meer zwaarte, veel meer schaduwen naar boven komen. En het punt is dat je dan niet gaat gaan in verdwaald geraken of overweldigd gaan geraken, maar dat je gewoon gaat meegaan en vertrouwen dat de dingen die uit je leven verdwenen, dat is mijn reden, dat je het tijd is. En zeker nu, we gaan 19 november en nu met de volle maan ook, zijn er heel veel belangrijke grotere planeten. Dus wat wil zeggen, planeten die heel lange tijd nodig hebben om rond de aarde een stuk te doen, of eigenlijk zelfs doorheen de zodiac te gaan. En dat zijn planeten die van invloed zijn op het collectief. Bijvoorbeeld de zon, de maan, die veranderen... Ik denk zelfs een maand per uur of zoiets. Dus die schuiven veel sneller doorheen de zodiac. Dus waar dat bijvoorbeeld Pluto heeft 16, 18 of nog meer jaar, ik weet het niet, ben geen astroloog. Maar dus je snapt het punt wel. En dat is het idee ook waar dat generaties ontstaan. Want mijn zoon zei vanmorgen, ja mama, binnenkort gaat er een nieuwe generatie geboren worden. Gaat de nieuwe generatie beginnen binnenkomen. En ik dacht, ah ja, okay, ja, dat is waar. En toen vroeg ik mij af of dat inderdaad te maken had met die Pluto die verandert naar Waterman. Dus dat zijn allemaal heel interessante dingen om eens over na te denken. En om eens te gaan voelen van... Want elke generatie heeft hier ook met zijn doel. Zo is er ook verschillende tweelingvlammen van verschillende leeftijden. Die er zijn met andere doelen. Ook afhankelijk van wanneer dat je in contact komt met je tweelingvlam. Of wanneer dat je al dan niet samengegaan bent in eenheid met je tweelingvlam. Dat zijn allemaal... Het is allemaal zo fijn uitgekiend. De reden waarom dat er bepaalde mensen op je pad komen en dat weer op van je pad gaan. De reden waarom dat mensen doorheen je leven blijven, ook al wil je ervan afgeraken, bij wijze van spreken. Er is altijd een reden. En hoe meer je leert daarop vertrouwen en in die overgave te gaan, hoe gemakkelijker je leven wordt. Ik ga niet zeggen dat er geen momenten zijn waarop dat je het even niet meer gaat zien zitten of waar dat wat lastiger gaat worden, dat blijft. Ook al in die hogere energie, maar je blijft hier in die 3D-wereld wonen. En dat is het stuk wat ik eigenlijk ook al eens wil meegeven, waar je heel bewust moet over zijn, dat... Ik heb al video's gemaakt waarin ik gezegd heb van, je moet opletten met wie dat je seks hebt. Maar, dat gaat eigenlijk ook nog een stuk verder. Je moet opletten met wie dat je jouw energie verbindt. Want...
wat de mensen die je toelaat in je energie en de mensen die je waarmee je verbindt, waarmee je contact maakt, die beïnvloeden ook jouw energie. En zeker naarmate dat we allemaal wat gevoeliger worden en veel vatbaarder worden voor die energieën, gaan we onbewust ook heel veel meer dingen overnemen. Zo als ik een aantal geleden ook het inzicht rond helbewustzijn, dat als ik terugkeek naar mijn kindertijd en mijn jeugd, dan had ik nooit geen issues met geld. Geld was er altijd. Ik had al grond aangekocht voordat ik 20 was. Ik had mijn geld geïnvesteerd. Ik had mijn eigen auto gekocht. Ik ging gaan werken. Ik ging toen nog niet. Ik deed vakantiewerk, dat was het. Maar ik was nog aan het studeren. Maar ik was dus al van nature uit wees bezig met geld. Ik liet geld voor mij werken. En geld was niet de drijfreden om iets te doen. Ervaringen was de drijfreden, de onderliggende reden waarom dat ik iets wel of niet zou doen. Dus, maar toen dat ik natuurlijk in bepaalde relaties ben terechtgekomen en toen later ook mijn huwelijk, door het feit dat je constant naast iemand slaapt, constant elke dag met iemand met je energie verbindt, dan neem je, als je niet bewust bent, en toen op dat moment was ik me daar niet bewust van, anders had ik dat natuurlijk nooit gedaan. Maar dan neem je onbewust ook bepaalde overtuigingen over. Net zoals dat je overgenomen hebt van je ouders. Maar dat gaat dus ook verder. Dat gaat niet alleen over je ouders. Dat gaat niet over broer en zussen. Dat gaat over partners. Dat gaat over vrienden. Dat gaat over zelfs collega's. Over waar je werkt. Dat gaat zo ruim en zo ver. Dat daarom zo belangrijk is om bewust te zijn met wie dat je omgaat. En welke overtuigingen, welke mindset dat zij hebben. Dat is iets dat ik geleerd heb, zowel in mijn tweelingvlampad, maar eigenlijk ook in de laatste jaren, waarin dat altijd maar duidelijker werd van, er wordt me iets getoond en ik zag het niet. En dus daarom, een aantal weken terug, was mijn neus gevallen. Had ik door van, maar dat is het probleem. Allee, het probleem, daar zat het. En ik had dus eigenlijk stukken overgenomen, overtuigingen overgenomen van ex-partners rond geld, rond werken, rond vrijheid, rond hoe dat je leven kon vormgeven, rond hoe dat dingen gaan, rond hoe dat het leven moet gaan. Gelukkig niet hoe dat rond het opvoeden van kinderen, daar ben ik altijd heel trouw aan mezelf gebleven. Maar dus al die dingen zorgden ervoor dat ik dat als opgeslagen had als iets van mezelf. Terwijl dat eigenlijk niet mijn authentieke energie was. Dat was niet mijn authentieke mening. Ik had zo zeggen, mijn authentieke overtuiging. Dat was niet iets die vanuit mezelf kwam. Dat was iets dat ik gewoon overgenomen heb onbewust. Door op verschillende manieren daar zodanig op een onbewuste manier mee geconfronteerd worden, net zoals dat reclame werd. Want als je niet bewust kijkt naar reclame en niet bewust leest wat er staat, dan ga je plots jezelf vinden en opmerken van, ik heb iets gekocht in de winkel en ik weet eigenlijk niet waarom, want eigenlijk heb ik dat niet nodig, ik heb dat nog nooit gekocht en plots heb ik dat nu gekocht. Dat is hoe dat reclame werkt. Dat is hoe dat onbewuste conditionering werkt. Dus, om dat maar mee te zeggen, dat super belangrijk is om stil te staan. Als je ergens tegen aanloopt en je wilt bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, geld is eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarom. Maar als je bijvoorbeeld iets wil manifesteren, bijvoorbeeld geld, en je weet niet goed, je bent niet bewust van de overtuiging die je hebt rond geld, dan zolang dat je die onbewuste overtuigingen niet bewust bent en je weet wat dat is, of waar dat over gaat, of van waar je het overgenomen hebt, dan gaat dat onbewust zich blijven uitspelen in je leven. En dan ga je op het punt komen, zoals dat ik gehad heb, dat je denkt van, waarom kom ik altijd terug hier op datzelfde punt? Waarom kom ik altijd op het punt dat het gaat goed, het gaat heel goed, en plots, bloef, alles valt op zijn gat en het is weer gedaan. En zit ik weer in dezelfde situatie. En dat was dus omdat ik met overtuiging, onbewuste overtuiging nog in mijn systeem en vooral in mijn energie zat, waardoor ik constant mezelf saboteerde. Omdat die onbewuste energie nog veel te veel kracht had en veel te veel energie en power over de rest van mijn overtuiging had,
waardoor dat het zich niet kon gaan manifesteren. En zolang dat die energie daar zit, in jouw volledige energie, dan kan de realiteit zich ook niet gaan afstemmen op die nieuwe versie van jezelf. Dus daarom is het ook super belangrijk om aan je team te leren werken, om te leren open te zijn en constant in die Divine Feminine energie te gaan van ontvangen en te vragen van oké, wat is het dat deze situatie mij wil zeggen? Want dat is ook het stuk waarin dat ik bijvoorbeeld al gemerkt heb dat ik in bepaalde relaties al veel te lang ingebleven ben. Omwille van bepaalde overtuigingen, omwille van bepaalde waarden die ik belangrijk vind. Maar dan, en dat is ook het stuk wat we hebben, wanneer je bepaalde dingen belangrijk vindt, waarden belangrijk vindt, dan ga je bepaald gedrag dat je bijvoorbeeld van anderen dat niet gaat gaan tolereren of aanvaarden, ga je dan bijvoorbeeld wel gaan aanvaarden. Ik heb dat bijvoorbeeld gehad met mijn tweelingvlam. Met je kinderen ga je dat misschien ook snel hebben. Met familie zoals ouders, want die zijn toch je ouders of wat dan ook. Maar daarin is super belangrijk dat je beseft dat we hier allemaal zijn om terug te keren naar die onschuld. Ik zie net af 11. Om terug te keren naar die onschuld, om terug te keren naar die blauwdruk dat we zijn, om vanuit die authenticiteit te gaan leven en die essentie hier neer te zetten. En zolang dat we dat niet doen, zolang dat we daar niet eerlijk over zijn, ja, dan ga je natuurlijk een vervormde realiteit gaan creëren en ga je niet die wensen die je diep van binnen voelt gaan kunnen neerzetten. Dus ik hoop dat het voor jullie heel duidelijk is wat ik hiermee wil zeggen. Maar ik ga het hier belaten. Als je wilt leren werken met de vlammen, dan weet je dat de universele vlammen het programma er is. Dat is 9 weken, waarin je gewoon volledig op jouw eigen tempo doorheen de 7 hoofdvlammen kan gaan. Daarin ga je doorheen de 7 hoofdinitiaties, 7 hoofdactivaties met de verschillende, dus de 7 hoofdvlammen. En dan van daaruit krijg je dan ook verschillende transmissies die gemaakt zijn ook met andere vlammen. Dus afhankelijk van waar ik toe geleid werd, waren er andere vlammen bij gebruikt. Bijvoorbeeld, je krijgt een activatie met de hele vlam. En daarin gaat er ook dan bijvoorbeeld al in zijn met de gouden vlam. Met de gouden vlam eigenlijk als wat de meer geüpdate versie is van de gele vlam. Maar ik ga dat niet helemaal uitleggen, want het is anders veel te veel voor een video te doen. En daarom is het ook een traject die over 9 weken gaat, zodat je ruimte tijd krijgt om alles te integreren. Wat moet ik nog zeggen? Er is sinds deze week ook de mogelijkheid om een 1-op-1 sessie te doen, waarbij dan we eigenlijk een Arcturische activatie gaan doen. Daarin worden we ook gewerkt met de universele vlammen, want de universele zijn een healingstoel afkomstig van Arcturium. Als Arcturus sterrenzat, of hoe moet ik dat noemen, is dat een van mijn missies om de vlammen, de kennis en de wijsheid van de vlammen hier terug te ankeren, de codes door te geven en healing bij mensen te gaan bevorderen. Dus dat kan. Ik heb ook een post gemaakt hier op YouTube, dus je kan gaan naar de community tab en dan daar ik denk dat de laatste post is. Ik denk niet dat ik er nog één nagemaakt heb. Maar ga je zien wat de verschillende diensten zijn, zodat je op dit moment met mij kan samenwerken. Je hebt de channeling, één op één sessie, en dan de tweelingvlam natuurlijk, en de Arcturische activatie. En als ik nog even vergeet, staat die daar zeker op. Ah ja, de WhatsApp-ondersteuning. Maar de uitleg staat erbij. Ik kan natuurlijk ook gewoon naar de website gaan, School voor Ascensie, en dan onder het tabbladje of het keuzemenu diensten. En daarin ga je dan een uitvalmenu krijgen, of hoe zeg je, hoe noem je dat? Ik weet niet hoe je dat noemt. Een keuzemenu waarin je de verschillende mogelijkheden ziet. Ook de website en ook de e-books. De website, ook de trajecten, de cursussen, de e-books, vind je allemaal terug onder verschillende keuzemenu's op de website. Wil je onmiddellijk naar het programma met de vlammen, dan surf je gewoon naar www.96vlammen.be en daar krijg je alles die te maken heeft met de universele vlammen. Voilà, ik ga het hierbij houden. Ik ben ondertussen terug thuis. Ik ga er weer in vliegen. Ik ga deze video uploaden. Want het is woensdag en op woensdag is de dag altijd super kort, omdat hier in België maar een halve dag school is. Voilà, dat was het voor nu en tot de volgende. Dag!